De Franse en Belgische justitie hebben een foto en een naam vrijgegeven van terrorist nummer 8. Hij ontsnapte vrijdagavond na de aanslagen in Parijs. Het gaat om deze man, een Fransman die in Brussel is geboren. Hij zou direct betrokken zijn bij de aanslagen. De klopjacht op meer mogelijke daders gaat nog door. In België arresteerde de politie gisteren en vannacht 7 mensen. Een aantal van de verdachten komt uit de Brusselse wijk Molenbeek. Op de plekken waar de aanslagen waren in Parijs leggen mensen bloemen. Goedenavond. Nog geen 48 uur na de aanslagen in Parijs denken de Franse en Belgische justitie te weten wie de terrorist is die kon ontsnappen. Deze man, geboren in Brussel, zou direct te maken hebben met de terreur van vrijdagavond, waarbij 129 mensen worden doodgeschoten en meer dan 350 mensen gewond raken. De Franse politie maakt nog jacht op meer mogelijke daders. En zoals vaker gebeurt, duiken er na een ingrijpende gebeurtenis filmpjes en foto's op via sociale media. Nu ook. Een bezoeker in concertzaal Bataclan filmt de Eagles of Death Metal als de band aan het spelen is. Op de video hoor je de eerste schoten. En de maker van deze video heeft laten weten dat hij in goede gezondheid is. Ja, en er is nog een amateurvideo opgedoken van vlak na de aanval op de Bataclan. Gefilmd met een telefoon door iemand die buiten staat. Je ziet mensen liggen, sommigen gewond, sommigen niet meer in leven. Het is een aangrijpend beeld. Oh, merde, toi. C'est dingue. Van de 7 locaties in de stad waar aanslagen worden gepleegd, vallen in de Bataclan de meeste doden. Meer dan 80 mensen worden daar doodgeschoten. En na de bestorming van de Bataclan wordt vlakbij de concertzaal een Volkswagen Polo gevonden. De auto die hier wordt weggesleept. De politie denkt dat de daders met deze auto bij de Bataclan aankwamen. Een andere auto, een Seat, wordt gevonden ten oosten van het centrum van Parijs. In de voorstad Montreuil, met daarin 3 Kalashnikovs. De politie houdt er rekening mee dat 1 of meerdere daders met de Seat zijn ontsnapt. En dan gaan we naar Ron Linker in Parijs. Ja, er was dus al een klopjacht op mogelijke daders die waren ontsnapt. En nu heeft justitie dus dat arrestatiebevel uitgevaardigd. Wie is deze man? Ja, het gaat om een 26-jarige man die weliswaar geboren is in Brussel, maar toch de Franse nationaliteit heeft. Hij is 1 van 3 Franse broers die betrokken zijn geweest bij de aanslagen hier in Parijs. De eerste broer is omgekomen. Ze hebben zijn stoffelijk overschot gevonden bij de Bataclan. Hier niet zo heel ver vandaan. Hij is 1 van de aanslagplegers. De andere broer is opgepakt in België, in Brussel. En de derde daarvan is met het spoor kwijt. Het kan zijn dat zijn stoffelijk overschot ook in de komende dagen opduikt op een van de plekken waar de aanslagen zijn gepleegd. Want nog niet alle aanslagplegers zijn geïdentificeerd. Het kan ook zo zijn dat hij op de vlucht is geslagen, dat hij nog in leven is. En vandaar dat de Franse justitie het zekere voor het onzekere heeft willen nemen en dus dit opsporingsbevel heeft uitgevaardigd. Ja, en wat weten we verder nog over de andere daders? Het gaat de afgelopen 24 uur natuurlijk vooral over die 2 auto's die zijn gevonden. De ene auto die geparkeerd stond voor de Bataclan en die dus een Belgisch kenteken had. 1 van de broers heeft die auto gehuurd in België. En de andere broer die heeft ook een auto gehuurd. De auto die gevonden is in Montreuil en die heeft hij ook gehuurd in België. Dus concludeert het ministerie van Binnenlandse Zaken hier. De operaties in Parijs zijn weliswaar uitgevoerd met Franse handlangers. Ze zijn wel degelijk voorbereid in België, waarschijnlijk in Molenbeek. Oké, Ron, we komen zo nog even bij je terug. Dan naar Joris van Poppel. Veel verdachten komen dus uit België of hebben een connectie met België. Zijn ze daar geschrokken?
Ja, uiteraard zijn ze hier geschrokken, bijzonder bezorgd en ze zijn nu ook aan het zoeken. Op dit moment zijn er huiszoekingen, vinden plaats op verschillende plekken in Brussel. De speurders hopen meer informatie te krijgen over die aanslagplegers die hier toch wel lijkt voorbereid te zijn. En uiteraard zijn ze ook op zoek naar sporen van die derde broer die ze uit het oog verloren zijn. Die huiszoekingen die zijn de afgelopen 24 uur zijn die al bezig. Gisteren zijn ze begonnen. Opnieuw een arrestatie in de Brusselse deelgemeente Molenbeek. Gisteren en vandaag pakte de politie er 7 mensen op die mogelijk betrokken waren bij de aanslagen in Parijs. Vast staat dat de auto's die de terroristen in Parijs gebruikten waren gehuurd in België. Na de aanslagen reed een Fransman met weer een andere huurauto terug naar Molenbeek. Die auto is gevonden. 3 mensen zijn opgepakt. 1 van hen zou een oud Syrië-strijder zijn. Op een aantal plaatsen deed de politie huiszoekingen. In het onderzoek werken Frankrijk en België nauw samen. En Joris, wat is Molenbeek voor wijk? Het is een deelgemeente van Brussel tegen het centrum aan. Een echte probleemwijk. Er is een hoge jeugdwerkloosheid, veel armoede, veel immigranten uit Algerije en Marokko. En het lijkt ook al bijna een broeinest van terrorisme te zijn. Alle grote aanslagen en verijdelde aanslagen van de afgelopen 2 jaar lijken wel een band te hebben met Molenbeek. Omdat de aanslagplegers of planners zich daar verschansden of omdat ze hun wapens daar hadden gekocht. Dat is een grote zorg voor de Belgen uiteraard. De minister van Binnenlandse Zaken hier verantwoordelijk voor de politie en de inlichtingendiensten. Die zei hier vanmorgen zelfs, we hebben Molenbeek niet onder controle. Kortom, er moet hard ingegrepen worden. Het lijkt erop dat justitie in België daar nu al mee begonnen is met die huiszoekingen die op dit moment aan de gang zijn hier in Brussel. Joris, dankjewel. En iets meer dan een uur geleden brak er even paniek uit op het Place de la République in Parijs dus, bij een van de restaurants waar vrijdag geschoten werd, mogelijk door vuurwerk. Het tekent de spanning in de Franse hoofdstad na de aanslagen van vrijdagavond. Een NOS-ploeg filmde het. We gaan weer terug naar Ron. Jij stond daar ook. Hè? Wat was er nou aan de hand? Ja, het lijkt erom dat er iemand vuurwerk heeft afgestoken en dat vervolgens de menigte totaal in paniek raakte. En je zag het, je hoorde het ook aan mensen die we na afloop spraken. Mensen hebben echt doodsangsten uitgestaan, omdat men ervan uitging dat mogelijk een nieuwe aanslag zou worden gepleegd. Ik hoorde mensen die binnen café stonden, die zich vertwijfeld afvroegen, zouden ze misschien al zijn binnengedrongen in het café? Nou, dat soort dingen. Het tekent de paniek in de stad op dit moment. Het tekent ook datgene wat Parijs denk ik verloren heeft bij deze aanslagen. Dat is de onbevangenheid. Ik heb vaker hier in de stad gezien hoe er bommeldingen waren. En over het algemeen zie je dan dat mensen ordelijk weglopen. Daar was nu helemaal geen sprake meer van. Mensen renden alle kanten op in blinde paniek, begonnen te schreeuwen. Ook de politie dook ineen, verschanste zich achter auto's zoals je zag. Kortom, dat is denk ik de belangrijkste conclusie. Parijs heeft sinds de aanslagen de onbevangenheid verloren. Ja, Ron, we horen je zo nog eventjes. Bij de aanslagen raakten ook 3 Nederlanders gewond. De Nederlandse ambassadeur in Parijs is bij ze langs geweest. Het gaat naar omstandigheden goed met de Nederlandse slachtoffers. Het slachtoffer dat lichtgewond was geraakt is inmiddels weer op weg naar Nederland. En de andere beide slachtoffers liggen allebei nog in het ziekenhuis. Maar omstandigheden gaat het echt goed met ze. De aanslagen begonnen vrijdag met ontploffingen bij het voetbalstadion Stade de France. De Nederlandse student Twan werkt daar. Tijdens de aanslag vrijdagavond was hij in de winkel met fanartikelen. Dus rond 9:30 hoorden we een grote knal buiten. Het was meteen duidelijk dat er iets raars, iets ongewoons aan de gang was. Ja, nou, op een gegeven moment verspreidden zich geruchten dat er buiten schietpartijen aan de hand zouden zijn. We hoorden ook dingen
waarvan we dachten dat het misschien geweerschoten waren. Ik was zelf al vrij snel tot de conclusie gekomen dat het om een aanslag zou gaan. Nou, we waren bang dat iemand zou proberen het stadion binnen te komen. Dat is heel moeilijk. Er zijn heel veel beveiligers in het stadion. Zeker als de president er is, je komt daar niet zomaar binnen. Maar toch ben je daar natuurlijk bang voor op zo'n moment. Het lijkt me heel logisch dat ze die aanslagen wilden plegen op de tribunes die daar zijn. Want recht daar tegenover is dan de presidentiële tribune. Dus dat zou recht in het zicht van François Hollande zijn geweest. Dus ik denk dat dat het doel was. Het is me wel door het hoofd geschoten, ja, dat ik dood zou kunnen gaan. Er werden heel veel mensen ge-sms'd. Ik heb ze gewoon terug ge-sms'd dat ik voorlopig veilig was, dat er niks aan de hand was. Dat ik in het stadion was en dat alles buiten gebeurde. In heel Parijs kwamen mensen vandaag bij elkaar, ook in de Notre-Dame, in het centrum van de stad. Daar werd vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers. Kerkdienst voor de slachtoffers. Op sociale media hebben nabestaanden foto's en namen van hun geliefden geplaatst. Dit zijn 10 van de inmiddels 129 mensen die omkwamen in het geweld van vrijdagavond. Veel Parijzenaren gaan de straat op om ze te herdenken en met elkaar te praten en te rouwen. Zoals bij deze bar, Le Carillon. 15 mensen kwamen hier vrijdagavond om het leven. Parijs in de ochtend. Voor de Fransen een stad van rouw en een stad van angst. Alle parken zijn gesloten. De Notre-Dame alleen open voor de kerkdienst en niet voor toeristen. Het Louvre helemaal op slot, net als alle andere attracties. Veel vakantiegangers proberen zich desondanks toch te vermaken en Parijs willens en wetens toch te zien als stad van liefde, plezier en cultuur. Ze passen zich aan. Have some coffee, have some macaroons, and just make the best of it. The decision was not to be afraid. We didn't change anything, but the museum are closed, so we were forced to change. Maar ondanks alles is het dagelijks leven niet tot stilstand gekomen. Er is hooguit een flink stuk teruggeschakeld. En sommige mensen doen er juist een schepje bovenop. Parijzenaars die anders op zondag thuis voor de buis zitten, maar juist nu naar buiten gaan. Aujourd'hui en fait c'est un acte politique. On s'est habillé, je me suis mis un beau manteau et je veux montrer que Paris en fait ça reste la capitale de l'élégance et que personne nous empêchera de nous habiller comme on veut, parler comme on veut et vivre comme on veut. Vive Paris quoi. En zo denk ik er veel meer over en veel Parijzenaars gaan uiteindelijk toch naar Place de la République, ondanks het samenscholingsverbod. Même s'il y a une interdiction de rassemblement du gouvernement, on est tous solidaires et fraternels envers ce qui nous arrive aussi en France et dans l'Europe entière. Le peuple français doit montrer qu'ils sont rentrés en résistance et que la peur qui est instillée, qu'on veut nous donner, qu'on veut nous infliger, on doit dépasser cette peur-là et de dire qu'au-delà de la peur, on doit être présent ici. C'est très important. Moi, je me suis battue pour avoir ma liberté et croyez-moi que j'ai vraiment pas peur. Nog een keer naar honden. Ja, veel rouwende mensen, maar ook mensen die er het beste van willen maken. Hoe lang zal dit nog een stempel drukken op het dagelijks leven daar? Ja, feitelijk geldt dat zolang de noodtoestand van kracht is, hè, dit soort uitgaansgelegenheden gesloten zullen blijven. Maar wat je ziet is dat heel veel mensen die onbevangenheid inderdaad verloren hebben. Hè. Dat zag je hier op Place de la République, dat zie je elders in de stad ook. Er hangt hier op het monument van de Place de la République, onder de Marianne hangt een bordje en daar staat op N'aie pas peur. We hebben niet eens angst. Dat is een reactie op de aanslag, ook tegen de aanslagplegers. En ik denk dat heel veel Parijzenaren dat wel graag zouden willen voelen, maar dat die onbevangenheid toch weg is. En dat geldt ook voor mezelf. Ik ben ook een Parijzenaar wat dat betreft. En ik zit ook na te denken van ja, er komt een première aan van een film die ik graag wil zien. Zal ik daar nog wel naartoe gaan? Moet ik niet wachten totdat die eerste dag voorbij is? Naar een winkelcentrum gaan in het weekend als het ontzettend druk is? Dat soort dingen. Ik denk dat heel veel mensen er wel ja, toch even over nadenken van is het echt noodzakelijk dat ik daar naartoe ga? En uit al die dingen kun je zien ja, dat Parijs echt de onbevangenheid verloren heeft. Ron, dankjewel. En juist nu zijn in het Turkse Antalya de leiders van de 20 belangrijkste economieën bij elkaar voor de G20.
De top staat ineens in een totaal ander licht dan gepland. Ook hier draait het de komende dagen om terreur. Het lijkt een top als alle anderen. Maar alles draait hier om de gebeurtenissen in zijn land. Dat van de Franse minister Fabius. De wereldleiders zouden praten over de haperende wereldeconomie en over de oorlog in Syrië. Maar op het laatste moment is de agenda herschreven. The killing of innocent people, based on a twisted ideology, is an attack not just on France, not just on Turkey, but it's an attack on the civilized world. We all expressed our solidarity, but words are not enough. Today it is time to act. Vandaag en morgen zullen de wereldleiders dus vooral spreken over hoe ze moeten reageren op terreur. In Antalya is Lucas Waagmeester. Ja, gaat die hele top nu inderdaad alleen nog maar over terreurbestrijding? Ja, donkere wolken hebben zich samengepakt boven deze top, zei president Obama vanochtend bij aankomst hier. Daar is iedereen het hier wel over eens, ook al die wereldleiders. Maar de vraag is natuurlijk vooral, kunnen ze het ook eens worden over een aanpak van die donkere wolken? Want de bron van de terreur, die bevindt zich in Syrië en Irak, hè, IS. Maar twee gigantische tegenpolen die hier aan tafel zitten, Rusland en Amerika, die werken elkaar eigenlijk alleen maar tegen bij het bestrijden van IS. Met verschillende belangen, werken op een heel andere manier, een hele andere strategie proberen ze IS te bestrijden. Zitten elkaar in de weg. Vanmiddag heel interessant moment, toch wel vrij uniek hoor. President Obama en president Poetin ontmoeten elkaar vrij casual in de lobby van een van de hotels hier. Praten meer dan 30 minuten met elkaar, meer dan een half uur. En de druk op deze twee mannen is op dit moment natuurlijk immens. Niet eerder tijdens de Syrië-crisis zo groot geweest. Dat kunnen we toch wel zeggen. Twee dagen na die aanslag in Parijs moeten zij proberen samen nu gezamenlijk een gecoördineerde oplossing te bedenken tegen IS in Syrië en Irak. Een enorme druk. En het moet nu echt vandaag en morgen gebeuren. Maar gaan we dan ook stappen vooruit zien, denk je, in die aanpak van terreur? Nou, daarvoor zal er eerst een enorme draai gemaakt moeten worden. Je moet je voorstellen, Amerika was van plan donderdag nog, een dag voor de aanslag in Parijs, om met een positieve boodschap naar deze top te komen. We boeken successen tegen IS in Syrië en Irak. Het beleid, de bombardementen, ze werken. Nou, inmiddels moet het besef indalen, net zoals dat in Europa moet indalen, moet dat ook onder alle wereldleiders hier indalen, dat er niet alleen oneenigheid is over hoe IS in Syrië en Irak moet worden aangepakt, maar dat die organisatie zich inmiddels ondertussen ook heeft gemuteerd, heeft omgevormd tot een organisatie die in staat is om aanslagen te plegen tot in Parijs aan toe, ver buiten Syrië en Irak. Die draai, die enorme draai in het denken moet gemaakt worden. De vraag is echt of wereldleiders in staat zijn om in twee dagen tijd die draai te maken en vervolgens een gezamenlijke daad, een gezamenlijk plan voor te stellen om IS in Syrië en Irak te bestrijden. Moet allemaal de komende dag, morgen, gaan blijken. Dat is de tweede en laatste dag van deze top. Lucas, dankjewel. En dan naar Nederland, dat ook kwetsbaar is voor terroristische aanslagen zoals in Parijs. Dat erkennen de burgemeesters van de vier grote steden. Zij kwamen vanmiddag bijeen in Amsterdam. Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Het gesprek met de burgemeesters, een initiatief van de Volkskrant, stond al langer gepland. Maar na de tragedie in Parijs was de vraag, hoe kwetsbaar zijn we zelf? Dat is dus het gemene van terrorisme. Als je nu in een restaurant zit of naar een concert gaat of een sportwedstrijd, dat er ergens in je achterhoofd iets is van, het kan hier ook gebeuren. Want dat is zo. En toch moeten we nu gewoon ons realiseren dat dat het enige wapen is van terrorisme. Ons angst aan praten en zorgen dat wij verdeeld worden. Wij moeten dus nu moed tonen en wij moeten eendracht tonen. Dat zijn de twee woorden. Nederland moet zich duidelijker uitspreken tegen salafisten en Wilders. Dat zei burgemeester Van Aartsen. Om te voorkomen dat bevolkingsgroepen uit elkaar worden gespeeld. Dus ons afzetten tegen radicale salafisten. Ons afzetten tegen Wilders. En het midden zoeken. Maar dat zullen we dan volgens mij ook op een radicale manier moeten doen. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa. In een reactie noemt Geert Wilders deze uitspraak juist ophitsend en haatzaaiend. Ja, en ook in Nederland staan mensen stil bij wat er gebeurd is in Parijs. Op verschillende plaatsen is een minuut stilte gehouden.
Zoals bij de start van de Zeven Heuvelenloop, een hardloopwedstrijd in Nijmegen. In kerken was er ruimte voor bezinning. Slachtoffers werden herdacht. Wij willen bidden voor de nood van de wereld. In Arnhem liepen enkele honderden vluchtelingen een protestmars door de stad. We are doing for Paris, peace for Paris. We are from Syria, people here. Yeah, we don't do, we need to be for everything. We need to peace for all the world. Ook in andere plaatsen waren marsen, zoals hier in Amsterdam, georganiseerd door synagogen en moskeeën. En vanavond op de Grote Markt in Groningen stonden mensen stil bij de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. En morgen is er in het hele land om 12 uur een minuut stilte. Ook andere EU-landen doen eraan mee. En straks nog in dit NOS-journaal indrukwekkend beeld uit New York. De stad natuurlijk die zelf in 2001 werd getroffen door zware aanslagen. Maar nu eerst het weer. Gerrit. Ja, na deze onstuimige dag, regenachtige dag ook, liet de zon zich op de valreep nog eventjes zien in het westen van het land. Met wat mooi aangelichte valstrepen uit de wolken. De laatste regen, voorlopig in ieder geval, die was in Scheveningen. Maar dat wil niet zeggen dat we van de regen af zijn. In het noorden van het land valt nog steeds een beetje regen. Dat blijft vannacht ook zo. We hebben sowieso vannacht opnieuw een nacht met hoge minimumtemperaturen. Zo rond een graad of 12 à 11. Het blijft ook stevig waaien aan de kust, windkracht 6 à 7. Morgen hebben we opnieuw een dag met veel bewolking. Het regent van tijd tot tijd. Het is zo dat het in het westen van het land in de middag waarschijnlijk dat de regen wat zal afnemen. En dan zal het later wat wegtrekken naar het oosten van het land. Opnieuw windkracht 7 aan de kust met een windrichting uit het zuidwesten. In het binnenland een windkracht 4 ongeveer. Maximum temperaturen 13 à 14 graden. Na morgen houden we dit weertype nog een aantal dagen vast. In ieder geval dinsdag, woensdag, donderdag. Elke dag regen. We zullen ook af en toe wel wat droge perioden tussen zitten. In de nacht van dinsdag of woensdag ook nog een keer kans op veel wind aan de kust. Een stormachtige wind wellicht. En dan op langere termijn, na donderdag, dan krijgen we echt een omslag naar wat kouder weer. Met temperaturen die in de buurt van normaal komen. Tot zover dit NOS Journaal over de nasleep van de aanslagen in Parijs. De Franse en Belgische justitie hebben een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een verdachte van de aanslagen in Parijs. Hij zou de terrorist zijn die vrijdag ontsnapte. En straks in Nieuwsuur, VRT-oorlogsverslaggever Rudy Frank schreef een boek naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo. Hoe om te gaan met de angst voor jihadisten. Dat om 10 uur op NPO 2. Tot slot gaan we naar New York. In de opera speelt Tosca. En voordat het begint gaat de beroemde operazanger en dirigent Placido Domingo voor het publiek staan. En dan doet hij iets speciaal voor de Fransen. Goedenavond.